Heb je het over motocross in Nederland, dan moet je het vooral zoeken in Overijssel, Gelderland en Brabant. Daar liggen de meeste circuits en daar komen dan ook veel coureurs vandaan. Gelukkig voor de Groningers ligt er net buiten Marum een fraai circuit dat volgens de motoclub Marum en omstreken zelfs Grand Prix waardig is. De wereldtoppers zullen echter niet naar circuit Trimunt komen, omdat de publieke belangstelling in Groningen te gering is. En dus moet Trimunt het doen met een wedstrijd als het NK Jeugd. Voor Tim van Houten uit Marum is dat een thuiswedstrijd. De 14-jarige van Houten rijdt in de klasse 85cc op grote wielen en staat zesde in het tussenklassement van het NK. Ik kreeg op mijn vaders verjaardag kreeg ik mijn eerste molentje. En toen was je meteen verkocht? Ja. En dan ging je in een tuin wat heen en weer rijden. En dat ging goed. Dus op een gegeven moment zijn we hier naar de crossbaan hier in Trimunt gegaan. Toen kwam ik al een vrouw tegen en die zei tegen mij van nou, die zag dat ik voor de eerste hier kwam. En die zei tegen mij, weet je wel waar je mee begint, want je komt er nooit meer vanaf. Trimunt is het thuiscircuit van Tim en dan is een NK-race natuurlijk extra speciaal. En natuurlijk ben je voor de start wel zenuwachtig dat er niks fout gaat. Het is op zich wel, wel leuk om hier te gaan rijden dan. Nou, want hoe vaak rij je hier normaal gesproken? Ik rij hier bijna elke woensdag. Dus je kent hem wel op je duimpje, dit parcours? Ja. En heb je daar ook voordeel van ten opzichte van de andere jongens? Want ik weet de meeste spoortjes wel een beetje. Maar die andere jongens die hebben natuurlijk bij hun eigen baan ook weer voordeel. Dus eigenlijk is het wel eerlijk. Tijdens de eerste manche raakt Tim door een valpartij flink achterop. Maar weet hij via een knappe inhaalrace toch nog als vijfde te finishen. En maakt hij dus goed gebruik van de kennis van de baan. Jason Wijters uit Hellum hoopt op het circuit van Trimunt net zo goed te doen als Tim. Ook hij begon op zijn vijfde met crossen en rijdt nu 10 jaar later in de MX2-klasse. Een klasse direct boven de 85cc. Ja, bij MX2, dat is van 125cc tot en met 250cc. Dat zijn mijn de hoogste klasse die er nou is. De snelste straks die gaan bij de nationale rijden. En de langzame gaan straks richting de Cup of de DMX. En dan splitst de klasse een beetje uiteen. Ja. Waar ga jij dan straks heen? Ik wil naar de nationale, maar moet wel zien dat mijn conditie beter is. Op de conditie van Jason komen we straks terug. We kijken eerst naar de eerste marge van de MX2-klasse, die voor Jason al gauw voorbij is. Want meteen bij de eerste doorkomst zien we iedereen voorbij komen, behalve Jason. Even later zien we hem langs de kant staan. Hij is uitgevallen met motorpech. Ik was hem iets te wild eigenlijk in de bocht. En toen viel ik, toen reed iemand anders over mij heen. En toen was de gaskabel die zat los, dus toen was het einde race direct. Ja, en toen een nieuwe gaskabel? We hebben eentje geleend van iemand anders en die hebben we erop gezet. Met thuisrijder Tim gaat het een stuk beter. In de tweede manche heeft hij een goede start en rijdt hij zelfs even in tweede positie. Maar in de laatste ronde zakt hij toch nog terug naar de vijfde plaats. Op een gegeven moment toen werd ik een beetje moe, want het was nogal zwaar. Was het droog? Is het daarom zo zwaar? Was het droge zand? Ja, omdat het heel broeierig is en het is nogal zwaar en warm. En altijd samen maakt het wel zwaar. Zware omstandigheden dus in Marum. En dat ondervindt Jason Wijters ook in zijn tweede manche. Jason heeft met een nieuwe gaskabel een redelijke start. Maar valt net als Tim in de laatste ronde ver terug en finisht als 20ste. Ik ben conditioneel in principe zo slecht. Daar moet ik zelf aan werken. Ja, want hoe zwaar is motocrossen? Dat is zwaar. Dat kun je pas weten als je fanatiek ermee bezig bent. Dat is echt zwaar. Ja, wat moet je ervoor doen om een hele goede conditie te hebben? Ik denk meer hardloop en zo. Dus dan kan ik daar wel zijn gaan beginnen. Je moet er dus wel wat voor over hebben om motocrosser te zijn. Maar als iets leuk is, is dat geen enkel probleem. Ja, motocross is gewoon het mooiste wat er is. Want lekker gas geven en lekker springen. Het is eigenlijk gewoon een jongensdroom om lekker een beetje te racen en zo. Ik denk dat iedereen dat wel leuk vindt.